De Studentenkerk is niet verbaasd over het verdwijnen van de katholieke identiteit van de Radboud Universiteit en het UMC. Het is een logische consequentie van een discussie die al jaren speelt. Aldus studentenpastoor Jos Gelen. De bisschoppenconferentie besloot dinsdag dat de universiteit en het ziekenhuis zich niet langer katholiek mogen noemen, omdat de bisschoppen straks niet meer alle leden van de Universitaire Raad van Toezicht mogen benoemen. De Studentenkerk zag dit al aankomen, maar vindt het wel heel jammer. Gelen laat weten, de katholieke identiteit van de universiteit zie ik als iets om trots op te zijn.